Wat? Okay. Yes. Yo, vrienden en vriendinnen, welkom op het kot van Maarten. Ja, ik ben hier vandaag dus in Gent. En vandaag, eindelijk na echt ziek lang, ga ik nog eens een traintrip doen. Oké, de aandachtige kijkers hebben misschien al gemerkt dat er in de titel van de video geen traintrip vermeld stond. En dit is ook omdat het eigenlijk ook geen traintrip wordt. Dus wel het plan, maar uiteindelijk zijn we gaan trainen en is er gewoon heel weinig opgenomen, wat er ook niet zoveel getraind is met het slechte weer en zo. Maar deze video gaat sowieso nog altijd kapot leuk worden, want we zijn deze avond dan nog naar Brussel gegaan. En daar heb ik in de nacht gewoon een gekke shit gedaan en dat is echt ziek lachen. Dus blijf zeker kijken en ik beloof jullie dat er binnenkort echt een gekke traintrip aankomt. Maar er zal nog eventjes wachten worden. Dus ik zou zeggen, geniet van de video. Voordat ik nu naar het stad ga, ga ik nog eventjes een gekke unboxing video maken hier. Want Maarten heeft daar straks mijn tandenborstel gaan kopen. Want ik had de mij dus vergeten hier in Gent. Ik had die vergeten mee te nemen naar Gent. Maarten heeft echt een supercoole tandenborstel voor mij gekocht. En die ga ik jullie nu showen. Dus let's go. Oké, let's go. Kijk, dus... Dat straks Maarten komt terug en kijk gewoon hoe cool. Zijn voor mij de enige echte Pokémon. Tandenborstel kort, ik weet niet of het goed... Het stelt niet goed scherp. Kom aan, alsjeblieft. Stel scherp. Ja, kijk. Oh my god, er staat een Pikachu op. Hoe cool is dit? Oké, we gaan nu even natuurlijk tandenborstel review doen. Dus ik ga hem even uit het zakje halen. Of uit het pakje halen. En dan ga ik even meteen al uittesten. Ook mijn stem klinkt super bright. Dus gaat heel de video echt keirritant zijn. Maar ik had gisteren... En of eergisteren was het nog nieuwjaar. Het is nu vandaag 2 januari terwijl ik de video opneem. Ja, mijn nieuwjaar ben ik een beetje hard gegaan. Ik lag pas om 8 uur in mijn bed. Dus dat zegt denk ik eigenlijk al genoeg. Genoeg gepraat. We gaan nu gewoon de tandenborstel uit het pakje proberen krijgen. Check deze. Er is zo'n dingetje. Zo'n tjoepje aan. Waardoor je die gewoon zo kunt plakken. Kijk. Oh my god, dit is echt ziek, maat. Oké, de Pokémon tandenborstel is echt sowieso approved. Dat is gewoon helemaal goed. Dus je krijgt een overal 10 op 10. Dus ik zeg het nu, als je die tandenborstel nodig hebt, ga gewoon even naar de Albert Heijn en koop de Pokémon tandenborstel, want die is echt goed. Dit is trouwens geen gesponsorde video of zo, weet je. Ik bedoel, ik ben niet betaald om deze reclame te maken voor de Pokémon tandenborstel. Dus gewoon, het komt even uit mezelf, weet je. Gewoon even dikke appreciatie naar de tandenborstel. Yo, oh my god. Ik lig gewoon, spannend. Dus ik ga Maarten gewoon een beetje voor school laten werken hier. Ik pak mijn spullen en ik ga naar Gent, want ik denk dat Bo er al aan het wachten is op mij. Want ik ben een beetje later dan verwacht, maar oké. Ik zie je zo meteen weer als ik bij de eerste spot ben. Let's go. Yo, anticlimax. Het is eindelijk een traintrip na meer dan een jaar. Er is weinig getraind en weinig in een trein gezeten. Of wel, we hebben in een trein gezeten, maar is gewoon niet gefilmd. Ik heb ook niks. Dus, nee. Ja, niks. Maar, oké, ondertussen is het 7 uur s'avonds of zo. Het is 7:30 denk ik zelfs. En we zijn in Brussel aangekomen, want we blijven hier slapen. We gaan er zo meteen chappen. Maar dus, we nemen de bus van Centraal Station naar waar we moeten zijn. Klein probleem, het is ineens zit aan het gieten gelijk zot. En we staan dus nu gewoon in een bushalte, gewoon een beetje te stallen en te wachten, denk ik. Voor de regen. En dan moeten we nog proberen dus bij dat kot te geraken, waardoor we gaan slapen, maar... Het is zelfs aan bliksem met het wauw. Oké, let's go. Nee, ik zie zo meteen weer als ze veilig op kot zijn geraakt. Als je ons niet meer ziet, dan weet je gewoon dat we niet zijn geraakt. Dus let's go. Wow. Yo, we hebben het overleefd door de regen. We zijn helemaal fout gelopen en zo. En dan uiteindelijk hebben we toch de weg gevonden naar hier. Ze zijn er. Kijk, kot er is. Wat een ziek kot is dit. Oh shit, het is er kapot geraapt. Gras in uw lief. Plant bloemetjes of zo. Ja. A few moments later. Yo, kijk, een kaksus hier. Is er, ik denk er een spiegel achter mij was, maar het is gewoon een berg van wc-rollen. Dit is zo cool. Als je zo'n hele muur kunt vullen met wc-rollen, moet jij graaf zijn. Oh, nu staat hij weer aan. Ik heb niks te zeggen. Oké, let's go. Ik weet niet hoe vloggers het doen, volgens mij heb ik op ingezoomd. Ah ja. We zijn Wat Doe Je Mee aan het spelen, dat is echt super leuk.
Wacht, waar moet ik dan kussen? Hier. What's poppin? Oeh, white angle. POV, we gaan vissenvoer eten. Kijk, ik heb zo'n beetje. Maar ik hoor dat ik vies. Bah. Ja, vissenvoer. Oh ja, dat is hier. Oké, let's go. Ja, okay. 3, 2, 1. Ik smaak dat gewoon naar niks. Dat smaakt eigenlijk niks, hè. Hoe gaan we die vies eten elke dag en dat smaakt dan niks? Dat is niks. Rood en trip, wat zeggen jullie ervan? Het stinkt hier. Stallen met rood en trip. In the music, the moment, you own it, you better never let it go. Oh, fuck. Sorry. Yo. Again, voor een nieuwe wc-vlog. Deze video bestond gewoon uit wc-vlogs. Ik hoop dat jullie het gewoon een beetje interessant vonden. Ik bedoel, je snapt wel. We out here in Brussels. En dan hier, dit. Kijk, coole licht hier zijn, check gewoon. Wauw. Your sex is on fire. Yeah. Let's go. Drie gaat pissen. Yeah. Right beside me, don't call me daddy. Oh, wacht. Dat is toch echt zo'n grond pareren? Oh, maar sorry, ik moest even opnames doen hier. Oeh, pasta. Dus ze zijn fishsticks aan het bakken omdat het bijna 4 uur is. En we hadden zin in fishsticks. En nu gaan we terug gewoon fishsticks eten, want dat kan gewoon allemaal. Maar oei, die zijn echt zwart. Oei. Zijn het goede fishsticks? Slapen! Oh shit! Oh my god. Slapen! Day 2. Katerfood.